Een hele goede morgen. Goedemorgen. Welkom bij nieuwe Ups and Down. Waar is Jordi? Die is naar. School te doen. Yay! Hij is eerst naar de logopedie gegaan met papa. En daarna is papa naar school gebracht. Ik ga nu mijn nagels doen. En papa gaat met de kindjes gezellig zitten. Nageltjes klaar. Het is dit geworden. En Joefje is weer onkruid aan het wieden. Joef? Hey, koe, kom naar binnen. Kom hier. Ik heb wat onkruid staan, ik moet daar weer mee aan de slag. Ondertussen ga ik uploaden. We zijn de Handmaid's Tale aan het kijken. En ja, de kindjes liggen te slapen. Dus we hebben even rust. En Jordi heeft net gespeeld met water op school. Ja. Maar daar kan ik geen foto van laten zien. Want de juffrouw die staat daarop. Ja, of je moet uitvergroten. Maar dan wordt het buiten niet veel meer over, denk ik, van de foto. Nee, dus dan zie je nog niks. En morgen gaan we naar school. Ja, morgen gaan we kijken hoe Jordi het een beetje op school, wat hij allemaal gemaakt heeft. Dus, maar eerst uploaden voordat ik het weer vergeet. Papier erin zetten. Papier erin. Nee. Voordat Niels met Liam naar buiten ging, had Niels Jordi opgehaald. En hij was op school in de snoezelruimte in slaap gevallen. Oh, hij was zo moe. Dus we laten hem heel eventjes nog slapen. Ik heb ondertussen mijn aardappels al klaargezet en mijn boontjes. Zodat dat dadelijk allemaal alweer gaar is. En dat we dan alweer avond kunnen eten. Ik ben nog een beetje aan het opruimen hier en aan het genieten dat Niels met Liam aan het spelen is. Zoals jullie zagen liggen de kindjes lekker te slapen. Ik ben nog met ze in de douche en alles geweest. Ik heb nog een beetje opgeruimd. En nou ligt lekker in bed. Niels is gaan sporten. En die is nu in douche. En ik ga lekker slapen. Een hele goede morgen. Hier ligt alweer eentje te slapen. En hier zijn twee kindjes aan het spelen. Mama heeft de bloemetjesgordijn aan. Nee, mama komt aan.
doen. Mama gaat dingetjes doen. Wat we vandaag gaan doen is, we blijven voor de middag sowieso thuis. En vanmiddag gaan we naar het schooltje van Jordi toe als ze wakker zijn. Het begint om 2:30. En dan is er een tentoonstelling van wat al de kindjes hebben gemaakt. En ja, dat is wat er nou gaat gebeuren. Dus ik ben benieuwd. Omdat ik vandaag niet heel veel tijd heb, maar ik wil toch lekker eten straks, eten we vandaag ons stoofpotje. Ik heb hier Riplap uit de vriezer. En ik maak dit op deze manier vaker zo. Ik smeer de Riplap in met mosterd en ik doe er wat peper op. En dan bak ik hem bevroren al aan. En dan doe ik er water op, want hij moet toch een tijdje koken, borrelen, hoe je het ook wil noemen. En dan los het. Ik heb altijd 2 lepels. Eentje om eruit te scheppen en eentje om te smeren. Ik hoop dat je het zo een beetje ziet. Let niet op de rommel, ik ben hier druk bezig. Dan doe ik het zo. En dan smeer ik het in. Je hoeft niet te zuinig te zijn met de mosterd hoor. Dit staat ook helemaal niet op de verpakking. Ik doe dit gewoon altijd al op deze manier. Ondertussen gaat het vuur aan. Even iets opschuiven, want anders staan jullie daar te dichtbij. Zo. Je kan het ook met een kwastje doen hoor, maar ik ben daar te lui voor. Dan heb ik hem ingesmeerd, leg ik hem erin en dan zie je natuurlijk dit eraan zitten. Nou, die ga ik er eventjes afhalen. Dat is ja, wel zo verstandig. Zo, dan kleur je grofweg gezegd hier de mosterd op. Pak je de peper. En draai je het vlees even om. Gepeperd. En nou laat ik het even bakken. En dan draai ik hem dadelijk nog een keer om. En dan doe ik er water op. Dan ga ik nu eventjes fruit maken voor de kindjes. Aangebakken en water erop. Zo simpel. Jordi en Lian liggen op bed. Sam ligt in de box te slapen. En ik ben ondertussen bezig met het eten. Het vlees heeft 3,5 uur gegaagd. Normaal trek ik altijd met 2 vorken uit elkaar. Ik had daar nu geen zin en tijd voor. Ik gun mezelf ook helemaal die tijd niet. Champignons zit erin. Er staat op de verpakking 2 uien. Maar ja, ik heb de kinderen met darmproblemen. Dus er zit maar 1 uitje in. En ja, dit is een kwestie van nog heel eventjes lekker bakkeren. En dan komt er gedaan met een pakje overheen, de saus. De saus zit er nu bij. En dan kan het even lekker laten pruttelen. Ik heb er altijd iets meer water in. Ik denk dat ik 100 ml meer water erin heb dan dat op het pakje staat. Maar dat komt omdat ik het gewoon echt nog even laat pruttelen. En dat het nog malser wordt en alles. Lekker. Wij zijn met de hele familie op het schooltje van Jordi. En daar is papa met Jordi. Liam en Sammy. Kom, ja. En dan gaan we lopen. Gaan we naar jouw schooltje lopen. Deze kant op. Gaan we lopen. Wauw. Wat goed van jou.
Kom Jordi. Je moet meer naar die kant. Wat? Ik ga toch? Ja, maar dan komt hij ook. Kom Jordi. Hey meneer Ballon, kom. Ik zie het ook wel voor me dat hij ineens gaat zitten op de grond. Jordi, kom stappen. Hij is klaar mee. Kom. Even stappen. Papa een beetje helpen. Kijk, daar is de auto. Kom, scheetje. Liam is ook aan het aanmoedigen. Wil je klappen? Yay. Liam. Doe je klappen? Klappen voor Jordi. Heerlijk, Sammy. Ja, zijn we weer naar de auto aan het gaan, hè? Was leuk, hè? Er staat ook nog iets op het kaartje, papa. Ik ga wel even kijken. Had ik de auto? En nou zitten we weer in de auto, hè Jordi? Wat is leuk, hè? Ja. Wat is leuk, hè Liam? Dat je in de zandbak even gespeeld, hè? Nee. Dat is niet de bedoeling, meneertje. Papa moet straks die dingen even omhoog zetten. Ik snap dat je dat doet, maar dat gaan we niet doen. Jee. Dat is Jordi. We zijn weer thuis. Sam krijgt nou de fles. En die heeft net ook zijn hapje gegeten. Ik ben het eten voor ons, heb ik aanstaan, dus bijna klaar. En de reden dat wij niks zelf op school gefilmd hebben, alleen de weg ernaartoe en de weg terug, dat is omdat daar natuurlijk ook andere kindjes zijn van Jordi's groep en ouders en juffen en alles. Dus ja, daar ga ik gewoon mee niet filmen. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Toch, Niels? Nee. En daarom hebben we dat niet gedaan. Maar hij heeft het goed gedaan. En ook het lopen heeft heel goed gedaan. Want hij heeft eigenlijk de hele tijd daar gelopen. Hij is de hele tijd lekker bezig geweest. Ja, dus je ziet dat hij daar wel heel comfortabel is. En zich ook comfortabel voelt. Dus dat is voor ons wel een heel goed gevoel. En toen we uit auto stapten waren we Jordi bijna kwijt. Want hij liep al aan. Ja, hij liep al aan. Maar ja, in ieder geval... ik ga het eten heel eventjes afmaken en dan kunnen we eten en dan is het alweer bijna tijd om de kindjes daar ook weer een keer naar bed toe te doen, toch? Ja. En ik denk Niels ook. Ik wil zo graag bij mama zijn dat mama de draagdoek erbij pakt. Ja, wil je vertellen? Kijk of je het zo ziet. Ja, doe je even tellen. Poetje. Lekker hè, bij mama. Dan kan mama iets gaan doen nou. Ja? Gaan we geen ruzie meer maken nu? Nee? Ja? Gaan we geen ruzie maken? Ja. Ja. Niels, wat heb je nog gedaan? Getankt en de hond uitgelaten. Oh, je hebt de lamp opgehangen. Oh, de buitenlamp, ja. Ah, wacht. Kijk, die lamp heeft hij opgehangen. Mooi, hè? Dan moet de lamp onder het afdak even weg. Oh. Dan hebben we daar ook geen vliegen meer en spinnenwebben. Nou, ik heb daar zo'n hekel aan. Spinnetjes. Oh. Ik zie ze liever daar in die lamp hangen. Mm-hmm. Lekker ver weg. Juist. En ja. Oh, in die lamp.
En die lamp. Wij gaan lekker naar bed. We gaan ook bij deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.